Ook in Bakel werd Koningsdag gevierd. Burgemeester Van Veen mocht een nieuw vervoersmiddel voor Bakel als eerste demonstreren. Onze nieuwe burgemeester, Michiel Van Veen. Materiaal. Dames en heren, het is niet voor niks. Dit is een duofiets. En de duofiets die staat voortaan in de Kerkse Vriesen van Vrommel. Of iemand die gejaagd is, of weer de slag van Veen. U kunt deze mensen heel veel plezier doen. Hij staat dadelijk hier bij de tent. Hij is beschikbaar. Willy Broodsteden, Bart de Vendel. Ik geef het woord aan onze nieuwe burgemeester, Michiel Van Veen. Dank u wel. De nieuwe burgemeester, ja, dat ben ik al een paar maanden. En ik hoop dat ik volgend jaar ook gewoon nog de nieuwe burgemeester mag zijn. En laat ik dan maar voorlopig de nieuwe burgemeester blijven. Ik denk dat we heel blij mogen zijn met het weer, want dat we inmiddels ook al heel veel zon gehad hebben. En dat was gisteren eigenlijk niet anders tijdens lintjesregen. Zoals u heeft gezien kwam ik op een bijzondere manier op. In een heuse duofiets. En ik heb net een rondje gemaakt. Ik heb begrepen dat u erop kunt inschrijven en dat u dan samen met iemand met een handicap kunt gaan fietsen. Ik kan het niet anders dan aanbevelen, want het is echt een leuk ding. Maar ik ben Michiel van Veen, ik ben op dit moment 46 jaar en sinds 1 december burgemeester van Bakel en Gemert. En daar ben ik tot op de dag van vandaag bijzonder trots op. Ik wil ook alle vrijwilligers bedanken die hier ieder jaar aan mee kunnen en willen werken. En ik heb begrepen dat er iemand is die al 25 plus 1 jaar het manesje van alles is. En dat is mevrouw Vermeulen. En een klein applausje. Fijn dat u al zo lang als vrijwilliger betrokken wil zijn bij de organisatie van deze fantastische dag. De vlag werd door de burgemeester gehezen in het bijzijn van Jan van der Velde, die als enigste in Bakel een lintje kreeg. Ik wil eigenlijk iemand zeer vriendelijk feliciteren. Dames en heren, we hebben één gedecoreerde vandaag. Hij woont op de buitenkamp. Jan van der Velde. Hij is zeer inzetbaar geweest voor de Helmonds Muziekkorps. Nee? En... Ja, alle concurrenten van jullie. Maakt niet uit. Zijn collega's, hè? De duofiets is mede tot stand gekomen door de leefbaarheidsgroep van de dorpsondersteuners hier in Bakel. Bertie de Groot en Renate Rooyens. Ja, de fiets is tot stand gekomen door een gift van inderdaad van de gemeente en van het Rabobankfonds via de stem van Bakel. Maar we hadden niet gekund zonder de inzet en het enthousiasme van Bertie en Renate. Mevrouw Van Veen, geweldig dat u meegekomen bent. Wij stellen ook dit op prijs dat u als echtpaar hier bent. Maar mogen wij u een bloemetje aanbieden? Meneer Van Veen, burgemeester. Ja, Kuuk is voorbij, hè? Hij heeft zijn huis verkocht in Kuik, dus hij komt heel snel dichterbij.
We hadden eerst een ander plannetje, maar we doen het zo. We willen u alvast de sleutel overhandigen. En misschien komt u wel in Baak te wonen. Dat zouden we heel leuk vinden. Dankjewel. Dames en heren, Koningsdag 2017 in Bakel is geopend. Dankjewel. En ook in Bakel een Oranje Vrijmarkt. Zijn jullie dan?